Floortje Bol is 14 jaar, woont in Den Haag en voetbalt in Oegstgeest. Nadat ze enkele jaren uitkwam voor FC Oegstgeest, promoveert het talent komend seizoen naar de profclub in haar woonplaats. Ik werd uitgenodigd om één keer per week met de meiden van mijn eigen leeftijd mee te trainen bij een trainingsgroep bij ADO. En dat is dan de meiden onder 13, onder 14. Ik ging gewoon een paar keer mee trainen met de Futures en toen werd ik uitgekozen om mee te trainen met de hogere groep bij MO16. En toen hadden ze op een gegeven moment, het einde van het seizoen, een beetje een uitnodiging gestuurd naar de meiden die misschien volgend seizoen bij ADO willen spelen. En toen heb ik ja gekozen, omdat ik dacht dat het het goede moment was. Ik ga volgend seizoen bij de MO16 spelen. En nu train ik een paar keer mee met de MO16. Maar die gaan allemaal doorschuiven naar de 17, dus wordt een heel nieuw team. Voor de trotse ouders van de 14-jarige was het voetbaltalent van hun dochter al vroeg duidelijk. Eigenlijk vanaf haar derde liep ze al te dribbelen met de bal. Altijd in het tuintje. Ja, dat werd alsmaar beter en we zagen ook wel dat schot. Dus hartstikke mooi. En de ontwikkeling die ze meemaakt is, ja, is echt wel iets om trots op te zijn. Zeker. Het voetbaltalent lijkt bij Floortje in de familie te zitten. Vanaf mijn 15e tot mijn 40e ongeveer heb ik zaalvoetbal gespeeld. En met volle plezier ook. Puur, mijn vader was ook altijd een goede zaalvoetballer. Dus daar heb ik het denk ik van. Naast de beste speler bij ADO wil Floortje ook een voorbeeld zijn voor andere meiden. Sinds het EK gaan er steeds meer meiden voetballen en dat is bij mij ook. Nou, ik was vroeger al veel meer bezig met voetbal. En ik vind dat voetbal geen jongenssport is, dus ook geen meisjesport.